Een enorme schadepost voor de Jumbo aan de Phoenixhof in Nijmegen. Door een stroomstoring zijn de vriezers en koelingen uitgevallen, waardoor de winkel nu alle producten daarin moet weggooien. Helaas is de Jumbo Phoenixhof afgelopen nacht getroffen door een stroomstoring en hierdoor waren alle koelingen uitgevallen. Op dit moment zijn ze bezig om alle spullen uit de vriezer en de koelingen weg te gooien. En wanneer het opgelost is, dat weten we nog niet. Alle producten uit de koelingen en vriezers in de winkel en het magazijn worden in een grote zeecontainer gegooid. Een elektrabedrijf heeft een grote aggregaat geplaatst, zodat Jumbo toch weer stroom heeft. Sinds 11:30 vanochtend is de supermarkt weer geopend. Maar het duurt nog even voordat de koelingen en vriezers weer opnieuw zijn aangevuld. Het is niet de eerste keer dat deze Jumbo wordt getroffen door een stroomstoring. Op 10 juli vorig jaar was het ook raak. Toen lag de oorzaak bij een blikseminslag. De gemeente Druten heeft een omgevingsvergunning verleend voor de noodopvanglocatie voor 100 asielzoekers aan de Scharenburg. De bouw gaat deze week van start met het plaatsen van de eerste woonunits. Naar verwachting kunnen de asielzoekers vanaf half april hun intrek nemen. Van tevoren organiseren de gemeente en het COA een open dag voor omwonenden en geïnteresseerden om een kijkje te komen nemen. Wanneer de asielzoekers er wonen, volgt er ook nog een koffiemoment om omwonenden en asielzoekers kennis te laten maken met elkaar. Het bestuur van Herenboeren Nijmegen heeft na het succes van de coöperatieve herenboerderij in Park Lingenzegen besloten om zich actief in te zetten voor een tweede boerderij in de regio. Momenteel wordt er druk gezocht naar een geschikte locatie aan de zuidkant van de Waal. Een herenboerderij is een coöperatief boerenbedrijf waar ongeveer 250 huishoudens gezamenlijk eigenaar van zijn. Hier wordt duurzaam voedsel geproduceerd en wekelijks ontvangen leden een deel van de oogst. Er zijn allerlei gesprekken aan het voeren met organisaties die grond hebben, met boeren die zeggen van nou ik wil misschien wel anders, ik wil misschien wel verpachten. Ja, om te kijken van nou waar zou een stuk grond van nou een hectare of 10 tot 15 zeg maar voor ons te pachten zijn om die tweede boerderij te beginnen. De herenboerderij is ontstaan als tegenhanger van de reguliere landbouw. Ja, nou, onze visie is dat het gewoon anders kan en misschien ook wel anders moet met de landbouw in Nederland. We denken dat dit een niet volhoudbaar systeem is zoals we nu aan het produceren zijn. En we willen gewoon graag laten zien dat het op een kleinschalige, circulaire, duurzame manier kan. En nou ja, dat blijkt bij veel mensen aan te spreken. Tot nu toe hebben al 120 aspirantleden zich gemeld voor de tweede herenboerderij. Maar er is nog ruimte voor zo'n 250 leden. De leegstand van woningen in de gemeente Nijmegen neemt de laatste jaren duidelijk af. Dat schrijft burgemeester Hubert Bruls in een brief aan de gemeenteraad. Hij noemt het een positieve ontwikkeling dat de bestaande voorraad huizen beter wordt benut. Daarom zijn er volgens de gemeente geen harde maatregelen nodig. Ook de leegstand bij kantoorpanden is de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. Dat geldt ook voor de leegstand bij winkels die in Nijmegen überhaupt lager is dan de rest van het land. De meeste leegstand van winkels concentreert zich in de Molenpoortpassage in het centrum.